Over de hele wereld leven duizenden mensen verenigd in een gemeenschappelijke band. Sommigen hebben hun leven te danken aan levende donoren, zoals familieleden en vrienden. Anderen aan de ruimhartigheid van volstrekt onbekenden. Orgaan- en weefseldonoren met de wens om na hun dood leven te geven aan anderen. De behoefte aan urgente en levensreddende transplantaties kent geen grenzen. Het treft mensen ongeacht hun geslacht, leeftijd, religie of etniciteit. De World Transplant Games Federation zet zich in voor een ethische levensstijl en voor orgaandonatie door personen die daarvoor toestemming hebben gegeven wanneer ze komen te overlijden en hun families. De World Transplant Games Federation is een wereldwijde organisatie, opgericht in 1978 met vertegenwoordiging uit meer dan 60 landen. Die staat voor het vieren van succesvolle transplantaties en het leven, door middel van unieke, inspirerende evenementen, namelijk de Summer and Winter World Transplant Games. Ons hoofddoel is om het publieke bewustzijn van het belang en de voordelen van orgaandonatie te vergroten, door te laten zien dat een fit en gezond leven na de transplantatie goed haalbaar is. Evenzo is het ons doel om alle ontvangers aan te moedigen fit en gezond te blijven na de transplantatie. We realiseren ons dat het ondergaan van een transplantatie een enorme verandering teweegbrengt in het leven van de ontvanger en hebben daarom een Fit for Life programma opgezet om ontvangers te helpen het maximale uit het leven te halen. We streven ernaar voorlichting te verschaffen over de principes van orgaandonatie en aandacht te vragen voor het wereldwijde tekort aan donororganen. We zijn officieel erkend door het Internationaal Olympisch Comité en promoten actief de voordelen van sport op alle niveaus en fair play voor transplantaatontvangers. Voor ieder evenement wordt er wel overwogen een gastland geselecteerd dat nauw samenwerkt met de federatie om een succesvol evenement te kunnen garanderen. Sinds de oprichting door de Engelse transplantatiechirurg Maurice Slapak zijn de World Transplant Games uitgegroeid tot wereldwijd het grootste evenement voor ontvangers van transplantaten en hun families. De zomerspelen worden om de twee jaar georganiseerd. Het evenement laat het succes van transplantatie zien door middel van een grote verscheidenheid aan sporten. De winterspelen worden in de tussenliggende jaren georganiseerd. Onderdeel hiervan is de Nicholas Cup, een speciaal evenement voor kinderen die een transplantatie hebben ondergaan. Iedereen is bij de World Transplant Games, ondanks de intense competitie, een winnaar. Of je nou als eerste of als laatste over de finishlijn komt. Iedere atleet heeft een uniek verhaal te vertellen. Onze atleten zijn ambassadeurs voor het belang van orgaandonatie en geven hoop aan alle mensen die op de wachtlijst staan voor een transplantatie. De World Transplant Games geeft ontvangers de motivatie om te streven naar volledige rehabilitatie door middel van lichaamsbeweging, kameraadschap en een gezonde levensstijl. Tevens biedt het een mooie kans om dankjewel te zeggen tegen iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt. De donor, familieleden, artsen en chirurgen, onderzoekers en verzorgers. Zonder hen zou er niemand aan de start verschijnen. Welkom bij de World Transplant Games Federation. Powered by the gift of life.